Yo mensen van Lazy of Gaming, daar zijn we weer, Jeremy, Casper en Milan. We zitten weer samen met z'n drieën om een challenge te doen van het internet. Want wij zagen weer dingen en we dachten, doen we even. Kan er zoiets vets in beeld, zagen jullie dat zo? Dat kan Arvi zo goed, hè? Yo. Zo, hashtag doen we even. Doen we even. Vandaag hebben wij de challenge. Vandaag kwam de challenge langs, namelijk... Belgisch of niet? Oh, ik dacht misschien kan de Belgisch zijn, want dat komt eventjes goed over. Casper heeft dus drie woorden. Eentje is fake, twee zijn echt. Dat zijn dus drie Belgische woorden, tenminste twee Belgische woorden. Ja, ja, en we mogen zelfs om hulp vragen. Want als wij denken dat een woord Belgisch is, dan mogen wij de definitie vragen van het woord. Dan krijgen we een soort uitleg van Casper. Kunnen we ook meteen kijken of hij aan het liegen is of niet? Ja, precies. Dat is ook meteen. Ah ja! Ah ja! Nou, die snap. Ja, dat snap inderdaad. Dat is heel leuk. Dat is wel Belgisch dat. Ah ja! Ja! Ja. Ja. Laten we even voor de duidelijkheid zijn. Dit is niet om de Belgen af te kraken. Dit is gewoon puur omdat Nederlanders geen enkel idee hebben wat Belgen eigenlijk zeggen. Alright, hier komen de eerste drie woorden. En dat is... Ponswijl, plastron en chakos. Ponswijl, plastron, chakos. Nou, ik weet sowieso wel eentje wat Belgisch is. Ja, de bovenste. Ja, Pols wel. Want dat heb ik hem nog horen zeggen volgens mij vandaag. Ja, klopt. Hij was naar de wc en toen zei hij, oh, last van mijn Pols wel. Zei hij toen. Ik denk dat dit... Ja, die laatste is raar. Dat chakos, dat is een beetje, lijkt op een drankje. Nee, maar ik denk die staat er tussen voor, zeg, Dutch. Omdat deze twee op elkaar lijken is, en die bovenste weten we al, denk ik dat die juist nep is. En omdat die heel erg afwijkt. Ja, maar kun je het nog één keer spellen allemaal? Pols wel. Volgens mij, ja. Plastron en chakos. Die chakos is net Russisch, dat kan echt. Nou, wat is de definitie van de laatste? Ja. De definitie van chakos. Een chakos is iets waar je dingen in kan opbergen. Vrouwen gebruiken dat meestal, mannen kunnen dat ook zeker gebruiken. Maar ja, je kan er dingen in verstoppen en je draagt het. Kut, ik geloof het meteen. Ja, ik geloof het meteen. Want ik hoor het en ik denk van, oh ja, ja shit, inderdaad. Ja. Ja. Even, doe ik even mijn chakos. Ja. Weet je wel, een soort Versace chakos. Ik kan wel nog een ander woord in een zin gebruiken. Oh ja, die middelste. Ja, die middelste. Die wil ik ook vragen. Ja. De middelste wil je in een zin. Ja. Plastron. Oké, ik draag... Niet graag kostuums en dan zeker geen plastron. Kut. Kan ja. Kut. Alsnog denk ik die tweede. Ik denk alsnog die tweede. Ik denk ook dat die tweede nep is. Ik denk dat de tweede nep is. Ja. Dat is jullie definitieve antwoord. Ja, dat is mijn definitieve antwoord. En dat klopt niet. Nee? Nee, wat is de nep? Wat is dat dan? Ja, polswijl is het niet bestaande woord. Echt? Wat? Ik heb hem letterlijk dat net nog horen zeggen. Nee. Wat is dat dan? Ja, dat bestaat niet. Maar wat is de chakos? Wat jij zei, wat klopte echt? Ja, een chakos is een handtas en een plastron is een das. Dat kan niet. Dat kan wel. Ja, Pols wel. Holy shit, dat is echt... hoe heet dat effect ook weer? Dat je denkt dat iets bestaat, maar het bestaat niet. Placebo. Arvi kan het heel goed in. Placebo effect? Hier is heel de... Ja, placebo. Placebo. Ah ja, hier is heel de Wikipedia ervan. Wauw. Ja. Top. Wauw. Ja, okay, nou jongens, niet gelukt, spijtig. Nee. Ja, nou, volgende woord dan maar. Oké, tijd voor ronde 2. En dat zijn platte kaas, muizenstrontjes en bolle pittekes. Ja, dit is allemaal bullshit. Nee. Bolle pittekes. Bolle pittekes klinkt wel Belgisch. Ja, maar dat zal het vast niet zijn, weet je wel. Platte kaas? Kaas is sowieso plat. Muizenstrontjes zijn toch van die... je hebt toch ook die kokintjes van die dropjes, weet je wel? Dat zijn dropjes gewoon... Muizenstrontjes kan ook, zeg maar, van die wij doen nadat een kind is geboren. Of dat is hagelslag. Ja, maar als je een kind is geboren, heb je toch van die blauwe muisjes en roze muisjes. Oh, ja. Ja, dit is gewoon kaas, dit is misschien eten. En dat dit is gewoon bolletjes. Dit is een bolletje met... Maar dat is een bolletjes. Dat is wel heel offensive hoor. Dat is meer van snolle bolletjes, weet je wel? Nee, dat is helemaal niet offensive. Ja, ik denk dat geen echt is hoor. Oké, de tweede. Ja. Denk ik? Ja, definitie misschien. Definitie, ja. Maar platte kaas dan? Ja, dat is toch vanzelfsprekend. Ja, maar dat dachten we net ook bij die ander. Nee, volgens wel, dat was gewoon, dat betekende niks.
Ja, maar we dachten dat dat wat was. Ja, maar we wisten niet wat. Ja, maar kaas betekent... Hey, maar beslissen is, joh. Ja. Oké, okay, definitie van middelste dan? Ja, voor mij is het middelste, ja, ja, ja. Het middelste, dus van muizenstrontjes, ja, de definitie. Ja, ja, klaar. Muizenstrontjes is een soort voedsel wat je op je boterham kan leggen en op heel veel verschillende andere dingen. En het zijn van die kleine chocolade... Letterlijk wat we net hebben gezegd. Ja, ja, het is gewoon hagelslag. Je hebt meegeluisterd, hè? Ja. Ja, dat is heel vervelend. Ja. Oké, okay, ja, maar dit heb ik al een keer gehoord. Ja, maar dit maar kan ook nog bullshit zijn dat hij nou gewoon meepraat met ons. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Nou, kies jij maar. Ik heb geen werk, ik heb geen idee. Dat oh, nee, sowieso. Nog in de zin mogen we nog hebben, hè? Oh ja, zin. Oh, doe maar die, denk ik. De platte kaas? Ja, ja. Oké, okay, ja, die wil ik dan wel in een zinnetje horen. Ja, dat ik ook wel. Ik lust geen platte kaas. Ja, zie. Dan wil ik die ander. Ja, je mag niks meer dan de ander. Misschien lust je dit wel. Ik denk dat deze fake is, man. Bolle pitteke? Ja. Echt? Ja, dat denk ik. Oké, okay. Vorige keer deed ik, nu niet meer. Maar. Ik denk dat die laatste fake is. Is dat jouw definitief antwoord? Ja, die van mij wel, die van hem niet. Hij moet nog even in. Ah ja, bolle pitteke is goed. Definitief antwoord? Ja, ja, ja. Ja, jullie hebben gelijk. Yes! Ah, ja, echt? Ik vond het echt een raar woord. Het is echt heel veel Brabant, weet je wel. Maar dit is, wat je zegt met muizen, stront, is echt hagelslag. Ja, ik zeg bijvoorbeeld ook hagelslag, maar het is inderdaad een synoniem. Ze en platte kaas, wat betekent dat? Kwark. Kwark? Echt? Maar wat is kwark eigenlijk? Ik weet niet wat kwark is. Ja, platte kaas. Ja, platte kaas, yoghurt. Ja, ja, ja. Yoghurt. Oké, duidelijk. Yoghurt. Bolle pittekes. Heb je gewoon verzonnen? Bestaat gewoon niet. Ja. Arfie, edit nu even bolle pittekes in beeld. Ja, dat is zijn interpretatie van het woord bolle pittekes, ja. Nou, volgende ronde, let's go. Klaar voor ronde 3. Marcelleke, Annika en Frank. Ja, dat zijn gewoon... Belgische namen bedoel je? Nee, dat zijn jouw exen. Frank. Frank. Deze voelt meteen weer fake door dat ke daarachter. Ja. Want ik ken Belgen, die heette Marcel. Ja. Maar dit zijn gewoon Belgische namen? Dit zijn Belgische woorden. Ja, je moet de definitie nog vragen van één. Maar Frank, dat is wel grappig, want wij noemden... Ik weet wel wat Frank is. Wat? Oh, is geld. Ja. Heel goed. Ja, want dat is afgeleid van het Duits. Ja. In België kunnen niks zelf verzinnen. Nee, precies. Hoezo is dat afgeleid in het Duits? Nee, maar een Annika is een soort jodium, hè? Ik dacht paard. Annika is een soort jodium. Nee, paard is Annika. Oh, maar we kunnen nog een definitie vragen, hè? Dit is niks. Ik weet gewoon niet wat dit is. Nee, dit is niks. Oké, okay, definitie van de bovenste. Ja. Definitie van Marcelleke. Ja, je liegt. Ik zie het nu al. Een Marcelleke is een kledingstuk zonder mouwen. En die doe je... Sommige mensen doen dat gewoon aan, maar de meeste mensen doen dat onder een t-shirt aan. Zo dom, hè. Daar hebben we gewoon een woord voor. T-shirt. Nee, Marcelleke is geen t-shirt. Wat dat? Het is een hemd. Doe je een hemd onder je t-shirt aan? Dat kan. Nou, kijk, ik heb wel... Is dit een Marcelleke? Kijk, ik heb een Marcelleke aan. Heeft die mouwen? Ja. Dan is het geen Marcelleke. Oh. Oké. Okay, maar het is niet... Nee, dat kan niet. Want stel je hebt een bodybuilder. Ja. Hè, die hebben altijd zo... Die willen het altijd laten zien. Ja, ja. En die zeggen dan... Dan loop ik dan, hè, in een Marcelleke. Dat is toch niet stoer? Nee, dat is niet stoer. Nee. Annika. Oké, we willen even de Annika in een zinnetje horen. Annika in een zinnetje. Oh, hij zegt ook Annika. Ja. Ik was laatst op een heel mooie ontmoetingsplek. En daar was toch wel echt een mooie Annika, hoor. Die deed echt haar werk heel goed. Ook vriendelijk tegen de klanten. Oh, dat kan nog wel. En deed alles top. Maar hij zei het ook op zijn bel. Hij zei Annika en niet Annika. Hij zei deed het Annika. Ja, het is Annika dus. Bovenste vind ik absurd. Ja, dat vind ik ook een beetje raar. Ik denk dat we wel unaniem besluiten dat die gewoon is gewoon nep. De bovenste is nep. Ja. Ja. Is dat jullie definitieve antwoord? Ja. Ja, dan hebben jullie weer fout. Echt? Ja, Marcelleke bestaat gewoon, hoor. Is dat echt zo normaal? Ja, natuurlijk. Heel veel Belgen dragen Marcelleke's. Dat is toch helemaal niet stoer? Om te ja, en dan? Dan ben ik dat nog nooit gehoord. Ja, en dan? Je laat toch je armen zien? Dat is toch stoer dan? Ja, ik draag geen Marcelleke's, dus maar ik vind vrouw, dat ook niet... Een vrouw kan ook een Marcelleke dragen. Ja. Ja, wel niet, hè? Ja. Nou, omdat dat een mannelijke naam is. Wie zegt dat Marcel man is? Hé? Ja, oké. Okay. Ik zeg niks. Wat dan? Annika. Wat wil je daarover? Welke was nep dan? Ja, welke is nep? Ah ja, welke was nep? Frank is nep. Nee. Ja, ja, jawel. Huh? Toch? Ja. Ja, Frank is nep. Nee. Wacht, welke is nep? Oh mijn god. Oh mijn god. Annika is nep. Ah ja, ja, Annika is nep. Dat bestaat niet, tuurlijk wat niet. Wat betekent Frank dan? Brutaal.
Oh. Als je brutaal bent. Oh. Oh, jij bent echt Frank. Ja, nou, dat vind ik niet echt een hele Frank. Weet je wel, dan zeg je eerder van, ah nee, jij bent Frank en jij bent Kees, weet je wel, in plaats van jij bent Bob. Ja, kijk, ik heb de Belgische taal niet ontworpen. Ja, maar wat zeg je dan tegen, echt, als je Frank tegenkomt en, je wil ze, en hij zegt van, ah, ik ben Henk. Nee, dan zeg je, jij bent Frank. Zeg je dan van, jij bent boos of jij bent Frank Frank? Nee, dan zeg je gewoon, je bent dubbel Frank als die Frank niet doet. Laat de volgende maar weer zien. Oké, okay, pot toe, poepeloeren en krekus. Ja, poepeloeren, wij zeggen altijd koekeloeren. Middels is nep, ja, unaniem. Wat? Ik heb er helemaal niks bedacht. Pot toe, poepeloeren en krekus. Ik zag dat ook zo vies of zo. Ja, maar hij zegt dit ook zo raar. Het is niet krekus, maar het is krekus. Nog een deze. Jouw hoofd wordt er. Krekus. Ja, krekus. Kijk hoe Belgisch zijn hoofd wordt. Doe nog eens. Krekus. Ja, ik kan het niet anders. Heel jouw hoofd komt ook uit je lichaam. Krekus. Ik weet het echt. Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat dit... Dat is gewoon iets van een beest in je tuin. Nee, dat is geen krekel. Dat is iets van gestoord. We hebben helemaal krekus. Poepeloeren, dat is toch ook... poep is toch seks hebben? En dat, ja. Dat zeggen ze toch bij Moffel en Piertje? Poepeloeren. We poepeloeren hier. We poepeloeren daar. We poepeloeren overal. Ja, oké. Okay. Definitie van de bovenste? Ja, doe maar pottoe, ja. Pottoe is als je te veel van het goede hebt gedronken. En waardoor je dus een klein beetje onder invloed bent. Ja, nee, dat zeggen jullie niet. Dus dronken of aangeschoten. Wij zeggen aangeschoten of dronken. Het is niet dat de Belgen met een pot drinken en dan daardoor. Maar wat wel zo is, als er een Belgisch woord voor iets is, dan zal er vast wel een Belgisch woord voor iets zijn met drank. Jawel, 100%. Hè? Oké, en kun jij. Zullen we deze vraag in een zin? Dadelijk zegt hij dadelijk weer poepeloerieën. Ja, doe maar in een zin. Nou, gisteren heb ik eigenlijk niet veel gedronken en ik ben steeds helemaal poepeloeren. Dat zijn twee keer dezelfde definitie voor twee verschillende woorden. Aha. Dat is gemeen. Ja. Dat is Frank, hè? Ja. Dat is Frank, dat klopt. Ja, dat is Frank. Ja, hè? Ja. Nee, dat is Niels. Ja. Noemde random iemand uit. Oké. Ja, die Niels geloof ik gewoon niet. Ik weet niet. Hij deed ook helemaal een toneelstukje erbij en zo, weet je wel. Ik denk dat poepeloeren, dat is veel logischer, want poep is dus iets met seks en dan is drank en drugs nee, seks. Nee, weet je wat mij, deze klopt niet, want poepeloeren zou ik veel eerder zeggen naar konten kijken. Ja, dan is krekus nep. Is dat jullie definitieve antwoord? Nee, poepeloeren is nep. Ja. Door dit wijzigde ik. Is dat jullie definitieve antwoord? Ja, ja. Hij ligt nu wel nog breder, hè? Ja. Ja, dat ja. Ik geef jullie één kans, is dat jullie definitieve antwoord? Dit vind ik echt gemeen. Dit is Belgisch... Ja, nee, doe maar. Ja. Belgisch vermaak is dit, dat vind ik niet leuk. Oké, dan had je beter krekus gekozen, want krekus bestaat niet. Kut. Man, je zijn er echt niet zo goed in. Maar waarom is poepeloeren niet konten kijken of zo? Ja, maar wat is er allebei dezelfde betekenis? Want ja, dat is allemaal zo gezegd dronken, behalve deze, en die bestaat niet. Maar, ik bedoel, uw poep is toch je kont? Ja. Ja, maar ja, poepeloeren naar de... Ja. Ik weet niet, slecht uitgezocht door de regie. We hebben hier ook een half Belg, hè, eigenlijk. Half? Omdat omdat je in Nederland bent, dus half. Ah, ja. Ik dacht dat ik een Pool geboren was, maar... Ah ja, half Belg. Zie je, dat is niet heel Belg. We hebben eigenlijk een heel Belg nodig. Zal ik weggaan? Ja, voor de volgende ronde. Ah, oké. Eens. Let's go, volgende ronde. Volgende ronde. Nieuwe kansen ja. Trekzak, Luidepetter. En smoelschuif. Nee, dit is duidelijk. Trekzak is sowieso wat. Hoezo? Dat klinkt als zo'n. Ken je dat met dat slagroom? Dat je dan spuit, zo'n spuitzak. Dat is gewoon bij hun een trekzak. Een trekker daar, want zijn domme Belgen. Luidepetter is een luidspreker. Oh. En smoelschuif, dat is niks. De definitie van vragen? Van dit? Van die laatste, ja? Ja joh, doe maar. Ja, kom maar. Ja, van smoelschuif. Ja, dat vraag ons. Een smoelschuif is een muziekinstrument die je, zoals het woord al zegt, in je mond doet. Welk muziekinstrument? Ja, het is gewoon een mondharmonica. Ja, ik wou net zeggen, mondharmonica. Weet je wat vervelend is? Ja. Ik geloof het weer. Ja, maar dat komt omdat wij hem kennen en hij is een vriend geworden en dan geloof je een vriend.
En als een vriend dan tegen je liegt, dan voel je je bedrogen. Zal ik hem even verwijderen van Facebook? Ik ga hem ook verwijderen uit mijn contactenlijst. Ik heb je niet eens op Facebook. Nee, daarom. Nee. Nou maar zo. Ja. En welke, waar vraag je een zin van? Luide petter. In een zin, luide petter gebruiken. Ja. Ja. Ja, ik speel heel graag op mijn luide petter. Dus ja, ik bespeel het al sinds dat ik 5 was. Ik zit in een orkest. Ik heb het door, de lijst. Maar wat betekent het dan? Je zegt, dat moet ik niet zeggen, maar ik moet het in een zin zeggen. Ja, oh. Maar het zijn allemaal muziekinstrumenten. Ah. Oh. Hier, dit is een smoelschuif, een luide petter en een trekzak. Oh, dit is een mondharmonica. Dit is een trompet. Een trompet of zo. En een trekzak. Een trekzak is een doedelzak. Nee, een accordeon. Accordeon, ja. Oh. Die geloof ik wel eigenlijk. Oh, dat geloof ik deze niet. Die tweede is dan raar. Ja, dit is raar. Dit is geen trompet. We hebben eindelijk het format door. Ja, Casper, je zit nu te liegen. We hebben inderdaad nu eindelijk door dat het om onderwerpen gaat. We dachten gewoon volledig willekeurige dingen. Oh, en dan zeggen wij dat Belgen dom zijn. Ja. Eens door. De tweede, denken wij. Dat denk ik ook. Is dat jullie definitieve antwoord? Ja. Ja, ja, ja. Zijn jullie er heel zeker van? Ja, ja, ja. Maar echt heel zeker? Ja, 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 ja. Ja, dan ga ik dat rondje wel gewoon aan jullie moeten geven. Yes! Luide petter bestaat niet. Ah, oh, we hebben het door! Lekker. We hebben het door! Eindelijk. Ja. Want een trekzak, is dat een accordeon? Ja, blijkbaar. Ik heb het ook nooit gehoord. Ik ben meer zo van die spuitzakken, maar... Het is wel logischer dit. Het lijkt een beetje Zuid-Afrikaans. Ken je dat? Ja, ja. Ja, dat was ik ook aan het denken. Ja. Ja, hè? Ja, je hebt je eigen taal, pik. Ik weet niet hoe je... Ja, dat dacht ik ook. Door je eigen taal. Ja, lekker bezig, pik. En volgende ronde. Ik dacht dat ik dat mocht zeggen. Oh, okay. Oh sorry. Zeg volgende ronde. Oh. De laatste. Zossen, vossen en smossen. Wat is de categorie? Daar moeten we eigenlijk een beetje achter komen nou. De O. Ja, de ossen. Oh, het is allemaal ossen. Dus. Nee, dat kan niet de categorie zijn. Oh, ja, dat kan. Nou, dat denk ik wel. Er is best wel een patroon in. Vossen is toch vrij logisch? Dat zijn gewoon vossen. Nou, ik denk dat we hier om de tuin geleid worden. Ja? Ik zag laatst een vos in de tuin geleid worden. Zullen we die twee vragen en dan zeggen dat die nep is? We zeggen nog niet wat we denken dat dit betekent, zodat we van hem de informatie krijgen en dan zelf een betekenis kunnen maken. Ja. We hebben nu een tactiek ontwikkeld. Mm-hmm. Dutch strategy. Werkte ook in... vele andere jaren. Toen we wereldkampioen wilden worden met voetbal bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? Ja. De Elfstedentocht. Hebben jullie die ook? Oh nee. Nou, wat... Zijn we niet eens Elfsteden volgens mij? Nee. Zossen, wossen en smossen. Welke van de drie? Is fake. Ja. De definitie van zossen. Ja. Zossen is... Ja, hoe kan ik daar een definitie van geven? Ja. Dat is als je met hetzelfde geslacht of het andere geslacht gewoon... iets probeert te fixen. Huh, dus een soort fixen, een soort van flirtachtig iets. Ja. Ik heb een meisje gesost. Dat kan. Dat kan. Zullen we de laatste in de zin vragen? Ja. De laatste in de zin. Ja. Ja. Ik denk als ik... Smossen. Ik heb iets in mijn hoofd. Als je dat zegt, dan is dat het niet. Hey, wat zei je met een vriendin te smossen, joh? Ja, zie. Zoenen. Ik dacht smossen, zoenen. Ja, die laatste die klopt. Ik denk dat die eerste nep is. Ik denk dat ze ons de... inluizen, en met ze bedoel ik alle Belgen. En dat het gewoon vossen is, want wij hebben gewoon een normaal woord voor vossen. Weet je wel, zo'n bruin harig ding. Ja, maar misschien is dat bij hen ook gewoon al een woord. Oké, okay, nou, ik denk dat vossen, smossen is sowieso iets, zossen weet ik niet. Ik vond het ook een vage beschrijving. Ja, nee, maar ik zag naar zijn kop en toen dacht ik, nou, hij liegt. Of nee, ik zei van, is het zoenen? Toen dacht hij, huh? Nee, ik was zo verbaasd over wat ik zei, dat het wel echt moest zijn wat hij zei. De strategy works. Bij de laatste bedoel je? Hm? Bij die laatste. Ja, bij die laatste. Ja. Ja, dus daarom denk ik dat de eerste nep is. Ja, nee, oké, is cool. Ik ga, is goed, de eerste. Ja. Ja, ja, dat is hem. De eerste is hem. We vullen hem in. Ja, we vullen hem, wacht even, we vullen hem in. Wacht even, we houden het even bij. We vullen hem in, wacht even. Z-O-S-S-E-N. Is dat jullie definitieve antwoord? Is dat het juiste antwoord? Ik ga wel even. Ja, 31. Dat is het juiste antwoord. Zossen bestaat niet. Ja! Nice! Oh. We hebben een 10 letterwoord! Yes! We mogen extra grabbelen. Nee joh! Belgische bal. Zossen. Nee, oké, maar wat betekent dan vossen? Vossen is een ander woord voor poepen. Echt? Oh! Hoeveel woorden hebben jullie voor poepen en seks? We hebben ook nog bossen, lossen, klossen. Nee, ik ben aan het zeggen. Lossen en ik ben aan het zeggen. Ja, je kan eigenlijk eerst
met een rossie gaan zossen om daarna te smossen en om af te maken te gaan vossen in de bossen. Hey. Wat? Daarmee vind ik het heel mooi om af te sluiten. Toch? Wat is dan smossen? Ja, dat is zoenen. Wel zoenen, zoenen. Ja, 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 ja. Goed. Ja, maar wie heeft er nu gewonnen? Weet ik niet, dat weet Niels. Regie, wie heeft er gewonnen? Duitsland. Jongens, dankjewel voor het kijken. Ja. Laat een Belgische of Nederlandse like achter. Maakt in principe niet heel veel uit. Ze zijn allemaal hetzelfde. Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde, weet je. Ja, daarom. Zo. En ja, alle meisjes, als je wilt smossen, wassen. Bossen of klossen. Of zossen. DM. Nee, bel. Bel. Oh. We hebben nog geen internet.